Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video hier op Banjo Town. Vandaag met Spider-Mas. Thomas die heeft laatst een parodie gemaakt op Pitbull. We are one, Leola. Ja. En wij hebben hier de teksten van liggen. Jazeker, die gaan we eens even lekker vertalen. Jazeker, nee, dit nummer is ook zo nieuw dat hij nog niet helemaal vertaald is. Dus ja, dat gaan dus, wij. Dus vergeef ons als het iets langzamer gaat, we moeten dit even te plekken vertalen, want het nummer is heel nieuw. En het is het WK-nummer. Het officiële WK-nummer van 2020. Des te meer reden om het te vertalen. Ja, komt-ie. Doe je vlaggen in de lucht. Hoog in de lucht. En schud ze heen en weer. Heen en weer. Laat de wereld zien waar je vandaan komt. Laat ze zien waar je vandaan komt. Laat de wereld zien dat we één zijn. Eén liefde, leven. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Als het gaan hard wordt en het hard worden gaat. Eén liefde, één leven, één wereld, één gevecht. En ik moet direct even zeggen, het valt me op dat het is weer Pitbull die letterlijk alles wat hij doet vertaalt. En het refrein is dan olé olé, olá. Dat heeft hij niet zelf geschreven en het refrein ook niet. Maar dan begint zijn couplet en het is vreselijk. Ja. Oké, okay, gaan we verder gaan? Ja, ja, ja. Hele wereld, één nacht, één plek, Brazilië. Iedereen, doe je handen in de lucht. Is dat handen? Of je vlag, sorry. Iedereen, doe je vlaggen in de lucht. En laat ons zien wat je voelt. Even serieus. Doe alsof de tekst nu je vlag is en laat maar zien wat je voelt. Oké, we gaan voor verdriet. Je voelt verdriet. Je lamp ligt eruit. Doe dan. Wat doe je met je? Zit aan je vlag? Die ja, ik weet het ook niet. Ja, ik denk half stok. Hij gaat ervan uit dat de mensen helemaal zo zijn, weet je. Ja, maar je moet toch snappen. Er zijn 32 landen op dat WK. En er is maar één winnaar. Er zijn 31 landen. Ja, maar we zijn dus één, hè? Dat is de boodschap van het liedje. Ja. We zijn één, dus, maar dat is. Maar ja, dan nou gaat het nu. We gaan verder. Wat verwacht hij dat we daar staan met die wereldvlag? Die blauwe met. Nou, maar. Is dat de wereldvlag? Oké, we gaan verder. Ja. Het is jouw wereld, mijn wereld, onze wereld vandaag. En we nodigen de hele wereld uit, de hele wereld om te spelen. Het is jouw wereld, mijn wereld, onze wereld vandaag. Dit. De tekst herhaalt zich. En we nodigen de hele wereld uit, de hele wereld uit om te spelen. Dan komt er nu een Spaans stukje, ik weet toevallig wat het betekent. Echt waar? Ja. Het is mijn wereld, jouw wereld, het onze wereld vandaag. Er staat ook drie keer mundo. Ja, ja, dat is mundo, dat is wereld. Ja, dat is. En dit is, kijk eens, invite, in vitaminos, mundo, whole world, yugar, play. Oké. Okay. Dus, maar dat is gewoon de vertaling van dezelfde tekst. Hij heeft hetzelfde zin, heeft hij nog een keer gedaan, alleen dan in het Spaans. En dat is zijn creatief. Weet je, ik heb dat laatst opgezocht. Ik weet, Pitbull heeft een Cubaanse achtergrond. Ja. En dat is het ook. Voor de rest is hij helemaal Amerikaans. Nou, dat is wel. Geboren en getogen. Ja, dat is wel. Dus ik vind het ook zo raar dat Pitbull er bekend op staat met die Braziliaanse herrie. En er zullen er vast heel veel Pitbull. Nou, staat hij niet echt onbekend. Hij staat er vooral onbekend dat hij nummers verneukt. Hij is meneertje wereldwijd. Ja, dat is hij zeker. Gaan we dit stukje nog een keer doen, want dat hebben we eigenlijk al gehad. Dat is hier het refrein. Oh, dus doe maar even terug de video als je het refrein wil weer horen. Ja, dan Jennifer Lopez. Jenny Dale. Wat? Ja, dat is dit. Jenny Dill. Nee, Jenny Dale. Dat zegt hij altijd. Wow. Dale. Dus jij bent nu. Ik weet niet wat Dale betekent. Ik zie hier ook een stuk staan van ik denk wat. Maar ja, voor mij. Eén nacht, de hele wereld samen. Twee kanten, één gevecht en miljoenen ogen. Full hard. It's gonna work so hard. Oh, full. Hoe ga je full vertalen? Nee, dat is volgens mij full. Full als in F-U-L-L. Alleen dat hebben ze een foutje gemaakt. Oh, helemaal hard. Full hard. Dat, volledig. Ja, volledig hard. Nee, ja, ook niet. Ja. Nou, laat maar. De hele wereld werkt zo hard. Dat is, wauw. Schiet naar de sterren. Vuisten omhoog richting de lucht. Vanavond komt de wereld bijeen. Wereld bijeen. Wereld bijeen. Wereld bijeen. Serieus, vier keer wereld bijeen hier. Voor het gevecht, gevecht, gevecht. Eén nacht. Kijk de wereld samenkomen. Twee kanten, één gevecht, een miljoen ogen! Ik moet zeggen, als er een miljoen ogen zijn die naar het wereldkampioenschap kijken. Dan hebben ze een slechte kijkcijfer. Ja, dat zijn hele slechte. De ST doet het beter. Er zijn 7 miljard mensen op aarde en maar 1 miljoen. De Voice of Holland die doet dat die drie keer. Wauw. Oké, okay, nou. Hey, 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 hallo. Kracht, kracht, kom op en zing met mij. Hey, 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 olé, olé, kom.
Schreeuw met mij. Ja, schreeuw het uit met mij. Ja. Schreeuw het uit met mij. Hey, 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 kom op nou. Hey, 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 kom op nou. Hey, 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 hey. Hey. Gewoon nog even 5 keer hey op het einde. Ze zegt heel graag, gedag. Als je bij elkaar optelt hier, dat zijn gewoon 18 keer hey binnen ongeveer 10 seconden. Ja, dat is heftig. Dat is echt heftig. Ik vind het heftig. Ik vind het heftig. Wauw, hoe lang duurt het nummer? Nu komt er nog een Spaans stukje, maar dat kunnen we dus na Braziliaans, ja, Spaans. Ja, dit is... Ja, dit kan ik niet... Maakt niet uit. Ja, ik zie hier weer gewoon het refrein wat begint. Dat maakt niet uit wat het resultaat is, maar ga er extra voor. Ik weet niet wat misschien het kunnen zit, we dat waar ze hier gitaar kan je dan denk ik. Chega o mundo. Is Braziliaans eigenlijk hetzelfde als Spaans? Ik heb geen idee. Portugees? Ik bedoel, Portugal, dat zijn die handelaren die heel veel racen. Ja, ik weet het niet. Die was wel als eerste in Brazilië. Ik heb ook... voel me echt dom nu. En hier weer even het laatste refrein. Doe je vlaggen maar in de lucht, hoog in de lucht. En schud ze heen en weer, heen en weer. Laat de hele wereld zien waar je vandaan komt. Laat de hele wereld zien dat we één zijn, één liefde, leven. Olé, olé, olé. Olé, olé, ja, dat al 4 keer. Het is echt, wat een baggertekst. Ja, het is vreselijk. En het, het klinkt wel grappig, vind ik. Ja, als je het nummertje hoort, het klinkt wel geinig. Maar ik snap wel dat het zeg maar zo'n commercieel WK-nummer kan zijn. Dit is natuurlijk het meest commerciële nummer van het jaar. Ja, absoluut. Het is geen twijfel aan. En het is op zich olé, olé, olá. Nou, als de hele wereld dat niet kan zingen... Ja, dan moet je gewoon je spullen pakken en weg. Ik vind alleen, kijk, en dat meen ik, Pitbull die had iets meer lef mogen tonen door iets... ander refrein. Meer. Ja, iets meer zoals hij dat altijd doet, eigenlijk lekker afwisselen. Ja, sowieso. Oh. Ja, het is echt gewoon de fout van de FIFA dat je Pitbull het nummer laat maken ook. De shame. Oh, wow. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de parodie van Thomas zien? Want hij heeft er natuurlijk een parodie van gemaakt. Dan moet je even kijken in de beschrijving of omschrijving. Hoe je het maar wil noemen. Daar staat een linkje naar de parodie van dit nummer. In mijn parodie, in de omschrijving, staat dus weer een linkje van deze video. Dus... wil je deze nou nog een keer kijken daarna? Even daar beneden klikken. Het is helemaal aan elkaar gelinkt. Het is een cirkel. Ik ben helemaal mindblown. Dus waar mag je op klikken hier beneden op Thomas' video? Bedankt voor het kijken en we checken jullie. Later.